je bent? Ik ben Mart Evers en ik ben van Sportservice Hardenberg. En wat doet Sportservice Hardenberg? Nou, Sportservice Hardenberg doet eigenlijk meerdere dingen in de sport. Wij geven les op scholen, basisscholen, voor het gezet onderwijs. Maar daarnaast doen we ook heel veel buitenschoolse dingen. Dus een van deze dingen is dus vandaag de zwemloop. En de zwemloop, dat is een buitenschoolse activiteit waar kinderen zich kunnen opgeven. En vandaag hebben ze daaraan meegedaan. Dus dat zijn een van de dingen die wij doen. En wat houdt de zwemloop precies in? De zwemloop, dat is een evenement. Dan gaan kinderen eerst zwemmen in het zwembad. En het is eigenlijk een voorloper op de triathlon. En de triathlon, dat is natuurlijk ook met fietsen erbij. Nou, dat doen we er niet bij. Wij gaan eigenlijk eerst zwemmen in het zwembad. Dan doen ze een aantal baantjes, afhankelijk van hun leeftijd. En dan rennen ze hier naar de baan toe op het atletiekbaan. En dan maken ze hier een aantal ronden. Vanavond. Oh, het is fantastisch om te zien. De jeugd doet zo ontzettend goed zijn best. Nou, het is geweldig hoe sportief ze zijn. En wat doen jullie hier precies? Wij zijn de tijd aan het registreren. Dus wij schrijven de tijden op en wie de snelste zijn. Hoe is het gegaan? Wel goed, maar ik heb een ronde extra gedaan. Zo, dat is knap van je. Ja. Wist je niet meer hoeveel ronden je had gedaan? Nee, iedereen zei nog een keer. Oké, en toen heb je het maar gedaan? Ja. Nou, dat is wel super goed van je. Maar wel tijd extra. Hè? Ja, dat klopt. Dat is wel balen, hè? Ja. En hoe ging zwemmen dan? Zwemmen, ja, heb ik niet gedaan. Heeft een vriend gedaan. Oké. Maar volgens mij ging het wel goed. Ja? Ja. En jij, heb jij ook hard gelopen? Nee, ik heb gezwommen. Jij hebt gezwommen. Jullie hebben met z'n tweeën gedaan. Ja. Nou, hartstikke goed van jullie. En vonden jullie het leuk om mee te doen? Ja. Ja. Wat heb je net gedaan? Zwemmen en lopen. En hoeveel meter of kilometer is dat? 200 meter zwemmen en 2 kilometer hardlopen. En hoe is dat gegaan? Goed. Ik vind het een mooi festijn hier in Hardenberg. Dat moet blijven, vind ik. Vorig jaar was ik hier ook, maar dit jaar gaat het alweer beter. Je kunt zien dat er organisatorische verbeteringen aangebracht zijn. Vind ik een compliment voor de organisatie. Hoeveel kinderen hebben vandaag meegedaan aan de zwemloop? Wij hadden een deelname van 85 kinderen. Dus dat is al een stuk meer dan vorig jaar. Vorig jaar hadden we namelijk ongeveer 45 kinderen die meededen. Dus dit jaar hadden we al 40 meer dan vorig jaar. Ja. Ja, dat is een mooie verdubbeling. Dus misschien volgend jaar weer dubbelen. Ja, zeker. Ja, we doen het altijd als voorloper op de triathlon. En de triathlon is morgen. Dus dat gaan we morgen doen. En vandaag kunnen eigenlijk de kinderen ook een soort triathlon rennen. Dus dat is hartstikke leuk om voor kinderen om hier aan mee te doen. Ja.